De onzichtbare bewoner. In een rustige buitenwijk van een klein dorp woonde de familie de Jong in een nette twee onder een kapwoning. Vader Mark werkte lange dagen om de hypotheek te betalen, terwijl moeder Saskia thuis bleef om voor hun twee kinderen, Emma en Tim, te zorgen. Het begon klein, bijna onmerkbaar. Een glas dat van de tafel viel, deuren die ineens dicht vielen, en voetstappen die door het huis weer klonken. Hoewel iedereen in het lag, Mark en Saskia schreven het af als het gevolg van vermoeidheid en stress. Het huis was oud, en oude huizen maakten nu eenmaal geluiden, toch? Maar de kleine, vreemde gebeurtenissen namen al snel een sinistere wending. Es nachts werd Saskia wakker door het geluid van Emma's stem die zachtjes met iemand fluisterde. Toen ze Emma vroeg met wie ze sprak, antwoordde het meisje simpelweg. Met de man in mijn kamer. Er was natuurlijk niemand, maar de lucht in de kamer voelde ijzig koud aan, alsof alle warmte uit de ruimte was gezogen. TMA begon steeds vaker over de man te praten, maar Mark en Saskia probeerden het te negeren. Ze konden het zich niet veroorloven om te verhuizen, hun financiële situatie liet geen enkele ruimte voor een verhuizing. Ze moesten het gewoon uitzitten tot de dingen verbeterden. Maar het werd erger. De deuren begonnen midden in de nacht wild te rammelen, alsof iemand aan de andere kant probeerde binnen te komen. Objecten vlogen door de kamers zonder waarschuwing. Mark voelde vaak een koude hand op zijn schouder wanneer hij alleen in de woonkamer zat. Tim, de jongste, huilde elke nacht in zijn slaap en werd wakker met krassen op zijn armen die hij niet kon verklaren. Op een avond, terwijl Saskia de vaat aan het doen was, Begon het water uit de kraam bloedrood te stromen. Ze gilde, maar toen Mark kwam aanrennen, was het water weer normaal. Hij probeerde haar te kalmeren, maar de angst was inmiddels voelbaar in het hele huis. De sfeer werd ondraaglijk. Emma en Tim weigerden naar hun kamers te gaan en sliepen op een matras in de woonkamer. Maar zelfs daar waren ze niet veilig, het geluid van klauwen die over de muren schraapten hield hen wakker. En altijd was daar die fluistering, de zachte, ongrijpbare stem die door het huis leek te zweven, hun namen roepend, ze uitlachend. Wanhopig besloot Saskia een medium te raadplegen. De vrouw, een oude en fragiele verschijning, kwam het huis binnen en bleef meteen stokstijf staan in de hal. Haar ogen werden groot en ze zei slechts één woord, poltergeist. Het medium vertelde hen dat de geest van iemand die op tragische wijze in het huis was overleden, nu het gezin terroriseerde. Hij had zoveel woede en haat in zich dat hij het huis nooit had verlaten. Hij zal jullie nooit laten gaan, zei ze, haar stem trillend. Tenzij jullie hem laten rusten. Maar hoe kon je een entiteit tot rust brengen die alleen maar vernietiging wilde? Ze konden het huis niet verkopen, zelfs al zouden ze het willen. Niemand zou het durven kopen. Ze zaten vast, gevangen in hun eigen nachtmerrie. Die nacht besloten ze met zijn allen in de woonkamer te slapen. Ze dachten dat ze zo veiliger waren bij elkaar. Maar rond middernacht begon het. Eerst het gegiegel van een kind, dan het gefluister dat vanuit de donkere hoeken van de kamer leek te komen. Vervolgens de klanken van iets dat over de muren kroop, iets onzichtbaars. Maar toch aanwezig. De lichten flikkerden en gingen uit, en in het donker hoorden ze de stem van Emma: Hij is hier. Plotseling werd Mark met brute kracht van de grond getrokken en door de kamer geslingerd. De anderen gilden, maar konden niets doen. De meubels begonnen te bewegen, de bank kantelde, de tafel vloog door de lucht. Overal was chaos, en in het midden van die storm stond de figuur van een man, vaag zichtbaar in het flikkerende licht, met ogen vol haat. Hij bewoog zich naar Saskia, die verstijfd van angst tegen de muur stond. Waarom? fluisterde ze, nauwelijks in staat om te ademen. De man staarde haar aan, zijn mond een grijns van pure kwaadaardigheid. Jullie horen hier niet, fluisterde hij, terwijl hij langzaam oploste in de duisternis. Dit is mijn huis. De lichten gingen aan en alles was voorbij. De kamer was een puinhoop, maar het was stil, Doodstil. De aanwezigheid voelde anders, alsof hij tijdelijk was vertrokken, maar ze wisten dat hij zou terugkomen. Ze wisten dat ze nooit echt veilig zouden zijn. En zo leefden ze, gevangen in een huis dat ze niet konden verlaten, gevangen met een entiteit die hen nooit zou loslaten. De dagen werden een aaneenschakeling van angstige nachten, de nachten gevuld met de wetenschap dat hij er altijd zou zijn, wachtend, klaar om toe te slaan. Ze zaten vast voor altijd.